Wauw, moet je die eitjes zien. What up, peoples? De zomer staat hier voor de deur, dus het is tijd om weer naar buiten te gaan. Nou, ik wilde net heel graag op slangenjacht. En toen ging het regenen, dus ik ben weer naar binnen gegaan. En raad eens wat ik toen tegenkwam. Iets heel bijzonders, iets wat ik zelf nog nooit eerder heb gezien. Deze spin. Nou ja, deze spin heb ik wel eens gezien. Maar dit is een vrouwtje met eitjes in haar bek. En dat zie je niet vaak. En om precies te zijn, is dit een trilspin. Waarom heet het een trilspin? Heel eenvoudig. Als er een vijand in de buurt komt, gaat hij heel hard trillen in zijn web. En daardoor lijkt die spin niet meer op een spin, maar wordt het een soort waas. En de aanvaller kan hem dan niet meer goed te pakken krijgen. Heel slim. En zoals je kan zien is voor deze spin het paarseizoen aangebroken. En dit vrouwtje draagt haar eitjes in haar bek. En die houdt ze vast met haar kaken. Dat betekent dus ook dat ze in die tijd dat ze die eitjes draagt, ze niet kan eten en zichzelf niet kan verdedigen. En dat is voor een spin best wel gevaarlijk. Want heel veel spinnensoorten zijn namelijk kannibalistisch. Die eten elkaar gewoon op. Dus deze moederspin zoekt een veilig plekje om zich te kunnen verschuilen en haar eitjes te laten uitkomen. En deze spin maakt een heel onregelmatig web, een beetje zoals je hier kan zien. En als daar een prooi in terecht komt, dan wikkelen ze die heel snel in. En daarna injecteren ze de prooi met hun gif. En dat gif verteert de prooi van binnen, maakt er een soort papje van. En vervolgens kan deze spin dat sapje lekker opdrinken, een soort van smoothie dus. En door hun lange poten en het smalle lichaam worden ze ook heel vaak verward met hooiwagens en langpootmuggen. Nou ja, hooiwagens lijken dan misschien wel heel erg veel op spinnen. En ze behoren ook wel tot de groep van de spinachtigen. Maar het zijn geen echte spinnen. Langpootmuggen zijn muggen en ze hebben vleugels. Dus die horen bij de insecten. En nog een ander grappig feitje. Alle spinnen zijn giftig. Klein of groot, harig of bloot, ze hebben allemaal gifkaken. Ze horen allemaal bij de Chelicerata, gifkaakdragers. Dus ook deze trilspin. En sommige wetenschappers hebben wel eens beweerd dat deze trilspinnen het gevaarlijkste gif op aarde zouden kunnen hebben. En wij zouden daar niks van merken omdat hun giftanden te klein zouden zijn om onze huid te kunnen doorboren. Nou ja, dat ze het gevaarlijkste gif op aarde kunnen hebben, dat is natuurlijk onzin. Maar ze hebben wel gifkaken en ze kunnen zich verdedigen. En daarom zijn dit prachtige dieren. Dit was BioVlog Wild. Stay tuned voor het volgende avontuur. Hooiwagens horen wel bij de groep van de spinnen, de arachniden.